Oh, ik heb zin in deze video. Ja, deze gaat nice worden. Want. Jullie hebben natuurlijk allemaal 8 gratis starterdrops gekregen. En dat heb ik dan natuurlijk ook. Maar ik heb in totaal 13 accounts waar ik deze 8 starterdrops op kan openen. In totaal, hou je goed vast, 104 starterdrops die ik in deze video kan openen. Insane veel. En dan gaan we ook nog bijhouden hoeveel zeldzame, super zeldzame, epische, mythische en legendarische starterdrops we krijgen. Dus dan kunnen we precies zien aan het eind van deze video, als ik 100 starterdrops heb geopend, hoe groot de kans is op een legendarische, mythische, epische, zeldzame en super zeldzame starterdrop. En ik denk dat dit by far de grootste starterdrop video ooit is. In ieder geval mijn kanaal, dat sowieso. Ik heb volgens mij wel eens een keer 30 of 40 starterdrops geopend in één video. Maar nog nooit meer dan 100. Dus dit is echt insane. Ja, ik heb er ziek veel zin in. En als jullie er ook zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 2500 likes. Zou mooi zijn als dat gaat lukken op deze lijpste starterdrop video ooit. En vergeet ook niet te abonneren. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En mocht je mij willen supporten, wordt natuurlijk gewaardeerd als jullie de code BOUS invullen in de shop. Want 5% van je aankoopbedrag gaat dan naar mij. Kost jou niks extra's. En op die manier kan ik natuurlijk wel leuk gratis video's voor jullie blijven maken. Maar laten we maar beginnen. En dan begin ik op mijn hoofdaccount. En ik moet dus gewoon elke keer gaan bijhouden of een zeldzame, een super zeldzame of episch of mythisch of legendarisch hebben. Trouwens, gewoon zeldzaam hoeft niet per se. Want als ik aan het eind alles bij elkaar op ga tellen, en dan kan ik precies uitrekenen hoeveel gewone zeldzame ik nog over had. Dus de gewone zeldzame hoef ik niet bij te houden. Maar vanaf super zeldzaam moet ik het wel gaan bijhouden. Nou, eerste 3 starterdrops is niet echt een best begin. Dat is dan wel weer jammer. Volgende, nee, ook zeldzaam. Nou, als het zo doorgaat, dan wordt het makkelijk bijhouden. Want dan hebben we alleen maar zeldzame. Dit is wel echt heel erg slecht, man. Ik hoop dat die wel zo meteen iets beter gaat worden. Want als we alleen maar zeldzaam krijgen, dan is het echt huilen met de pet op. Of heb je sowieso alleen maar zeldzame? Dat je die 8 starterdrops die je krijgt, dat die allemaal zeldzaam zijn. Zou dat kunnen? Ik heb nu 8 keer zeldzaam gekregen. Nou, dat zou toch stom zijn als dat zo is. Nou, misschien is het domme toeval. We gaan door naar een volgend account. Nou, dan ben ik nu op mijn 2e account. Trouwens, ik kan ook nog op al mijn accounts nog 88 krachtpunten vrijspelen. 88 credits, dus dat is ook natuurlijk leuk meegenomen. Maar dat kan toch niet? Zou je echt gewoon 8 keer alleen zeldzaam krijgen? Het is wel heel erg toeval, hè, dat we 8 keer alleen zeldzaam hebben gekregen. Nu weer. Dus we zitten nu op 9 zeldzaam achter elkaar. Nee. Oh, dat zou een domme troll zijn. Dat zou stom zijn. Dan heb ik het idee. Oh, oké. Gelukkig. Ik wou net zeggen, zul je zien, heb ik een leuke video. Allemaal starterdrops openen. En dan heb je alleen maar zeldzaam. Maar dit was de eerste super zeldzame. Oké, we hebben een legendarische. Kijk, dit wil je hebben. Ik heb niks gezegd. Ik dacht even, zul je zien dat je alleen maar super zeldzaam krijgt. Maar eerste legendarische starterdrop van deze video. En het is 1000 coins. Niet het beste wat je kan krijgen. Maar ja, het is toch weer 1000 coins. En het is een stuk beter wat je krijgt uit al die zeldzame. En we hebben nu ook al een mythische. Dus die noteer ik er ook bij. En eens kijken, we krijgen nog een spray erbij. Dit ging al veel beter dan op mijn hoofdaccount. Dat is echt niet normaal. Volgende, dit is een super zeldzame. Dan zitten we daar nu op 2. Dus dat is nog niet veel. Maar hey, je moet ergens beginnen, hè. Nou, top. Dan gaan we nu door naar een volgend account. En dit begint er al iets meer op te lijken. Volgende 8 starterdrops. Dit is het account van mijn zusje. Daar heb ik altijd mazzel op. Dus ik verwacht nu ook wel wat goeds. Super zeldzaam. Dus die kan dan naar 3. Ja, ik moet het allemaal wel eventjes goed bijhouden natuurlijk. Ik mag geen fouten maken. Eerste epische van deze video. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Dus dat is dan ook weer leuk meegenomen. We krijgen een reactie voor Dynamike. Dat is wel jammer. Oh, en weer een legendarische. Tweede legendarische starterdrop van deze video al. En wat gaan we nu krijgen? Een knokker. Is dit Kit? Is dit Kit? We hebben een legendarische knokker. Oh, mijn stem. Het is nog steeds een beetje schor. Maar we hebben een legendarische knokker uit de legendarische starterdrop. No way. Dit is echt bizar. En dan ook gewoon een nieuwe knokker Kit. Echt het geluk op mijn zusjes account is insane, maar gewoon het geluk überhaupt. Tweede legendarische starterdrop van deze video. En we hebben gewoon een legendarische knokker. Ziek nice. Oh, dan dus. Oké, we gaan door. Eens kijken of het misschien nog een keer gaat lukken om dat voor elkaar te krijgen. Zo nice zijn. Episch. Is het Nani? Oh nee, dit is retro Nani.
Ja, dat verschil zie je niet, want die skin ziet er exact hetzelfde uit als de gewone knokker. Maar oh, wat een video nu al. En we zijn nog maar bij mijn derde account. We hebben hierna nog 10 accounts te gaan. Dat is toch bizar als je dat beseft. En dan gaan we weer even doordrukken. Weer gewoon zeldzaam. En dan is dit account echt bizar. Oh, we hebben hier nog een star drop erbij. Ah, oh, die reken ik er ook bij. Dan hebben we in totaal 105 star drops. En een epische er alweer bij. Nou, toch leuk meegenomen. We hebben even een spray erbij. En dan op het account van mijn zusje hebben we gewoon echt 7 legendarische knokkers. Echt bizar, bizar, bizar. We gaan door. Ja hoor, daar zijn we weer voor de volgende 8 star drops. En we beginnen meteen weer met een epische. Epische star drop nummertje 4. En al 2 legendarische. We hebben nog maar 1 mythisch gehad. Maar gewoon al wel 2 legendarische. Super zeldzaam, dat moet ook genoteerd worden. We hebben nu momenteel 5 super zeldzame gehad. Dus dat is nog niet extreem veel. Heel veel gewone zeldzame gehad. En nu hebben we mythische. Dus dat betekent dat we nu gelijk lopen qua mythisch en legendarisch. Gaan we knokken krijgen? We krijgen krachtpunten. Maar ja, na die legendarische knokkenkit verwacht ik eigenlijk ook niet meer dat we nog veel meer massa kunnen hebben. Maar ja, je weet het nooit, hè. Soms in één keer ben je bezig en krijg je gewoon in één keer gewoon nog een legendarische knokker. Ja, het kan gewoon bijna niet, maar het zou zo nice zijn. Hebben we nog starter op te gaan? En weer een mythische. Dit is de derde mythische alweer van deze video. Bizar wat een geluk. En we krijgen 100 bling. Dat is dan wel redelijk weinig, vind ik persoonlijk, uit de mythische starter op. Maar ja, het was wel een mythische. Weer door naar het volgende account. Ja, volgende 8. Super zeldzaam. Dat is super zeldzaam nummertje 7. Gewoon zeldzaam hoef ik dus niet te noteren. Op zich ook wel handig, want we hebben echt veel gewone zeldzame. Dit is nummertje 8. 100 coins erbij. Gaan we nog überhaupt iets goeds krijgen op dit account? Nou, veel slechter dan mijn hoofdaccount kan niet. Daar kreeg ik echt alleen maar zeldzaam op. Hoe groot is die kans dat je gewoon echt alleen maar zeldzaam krijgt? Dat slaat toch helemaal nergens op? Maar ja, gelukkig hebben al die starter-ups daarna het weer helemaal gecompenseerd. Dit is super zeldzaam. Dus dat is nummertje 9. En dit is gewoon weer zeldzaam. Ja, we krijgen echt heel veel zeldzaam deze video. Maar ja, aangezien we al 3 mythische en 2 legendarische hebben gehad, mag ik daar niet over klagen. En we krijgen 500 credits omdat ik Search al heb op dit account. En dan spelen we nog een 8-bit vrij. Niet uit de starter-up, maar hey, toch leuk meegenomen. Is toch altijd leuk. En dan kunnen we nu voor M's sparen op dit account. Oké, we gaan weer door naar het volgende account. Oeh, en dan zijn we nu op het account aangekomen waar ik natuurlijk echt wat op wil krijgen. En dat is mijn free-to-play account. Want ja, jullie weten het. Ik geef geen geld uit op dit account. Dus echt alles wat ik een beetje kan krijgen, ben ik blij mee. Een hyperkracht zou heel nice zijn. Maar knokken zou natuurlijk ook nice zijn. 88 credits voor Larry en Lori. Mooi meegenomen. En dan gaan we nu de stardrops bij langs. We beginnen met zeldzaam, dus dat is jammer. Meteen episch, mythisch. Hij blijft bij mythisch. Maar dat is al wel mythische stardrop nummertje 4. En hier kan je gewoon iets heel goeds uit krijgen. En wat krijgen we? Is het... Calm down, oh no! Ik word weer geprankt. Ik dacht, no, dit zou toch niet zo zijn dat ik gewoon Sandy krijg. Haha, no. Oké, slaperige Sandy. Op zich wel grappig, maar ja. Ik dacht even echt dat we Sandy zouden krijgen. Epische starter op zich ook nice. Dat is nummertje 5 alweer. Een reactie voor Jackie, dat is dan wel jammer. Super zeldzaam. Hebben we 10 van ondertussen. Krijg mooi wat coins erbij. Coins heb ik altijd tekort van op dit soort accounts. Of op dit soort accounts. In ieder geval mijn free-to-play account. Want zo heel veel coins krijg je niet als je gratis speelt en geen geld uitgeeft. Dan duurt het allemaal wat langer. Dit is zeldzaam en ik denk dat we nu wel 8 hebben geopend. Oh, nog een epische erbij. Dat is mooi. Dan zitten we daar nu op de 6. 200 coins. Chill, meegenomen. Had ik trouwens al skin voor Sandy? Nee, had ik niet. Dus dat betekent dat we wel een leuke skin er nu bij hebben voor Sandy. Ik vind het mooi. We gaan weer door naar het volgende account. Eens kijken of we nu weer een legendarische kunnen krijgen. Is al, nou ik wou zeggen een tijdje geleden, valt op zich ook wel mee. Het is eventjes geleden dat we legendarische hebben gehad. Oké, super zeldzaam. Dat is nummertje 11. Door XP verdubbelaar. Dat is echt het slechtste wat je kan krijgen. Want die XP's tegenwoordig zijn niks meer waard. Nu krijgen we allemaal super zeldzame op rij. Nog niet de beste starter-ups op dit account gekregen. We moeten eigenlijk nog even episch, mythisch of legendarisch krijgen. Dat zou mooi zijn. Super zeldzaam. Nummertje 14 alweer. 100 coins erbij. En ik denk dat we al bijna op het eind zitten op dit account. Ja, dit was het al.
slecht account, weinig gekregen. Dus snel weer door naar de volgende. Ja, eens kijken wat we uit de komende 8 starterops kunnen krijgen. Vorig account was echt slecht, dus ik hoop dat deze wel iets beter gaat zijn. We beginnen met zeldzaam, volgende weer zeldzaam. Maar hey, 1 legendarische starterop kan alles in 1 keer weer goed maken natuurlijk. Ja, en de video is al geslaagd. We hebben een legendarische knokker gekregen uit de starterop. Wat wil je eigenlijk nog meer, hè? Eigenlijk alles wat we nu krijgen is gewoon bonus. Ook al krijgen we nu helemaal niks meer, dan mag ik nog steeds niet klagen. Want wat een mazzel is dat. Echt ziek. Zeldzaam. Dat is niet zo best. Weer zeldzaam. Ik heb het idee dat dit ook helemaal niks gaat worden. Want volgens mij is dit alweer de laatste. Ja, was ook echt heel slecht dit account. Misschien komt dat omdat ik niet de code Bouws had ingevuld op dit account. Voor het account vul ik de code Bouws in. Zul je zien dat ik dan echt zieke luck heb. Oh, de code Bouws is gewoon al ingevuld. Nou kijk, alsof het zo had moeten zijn. Hoef alleen nog even de coins, krachtpunten en credits natuurlijk te claimen. Wat ja, niet heel interessant is. Dat heb ik bij alle vorige accounts ook even zelf gedaan. Credits is trouwens wel chill. Dan spelen we bijna Jesse mee vrij. Dus mochten we nu wat credits krijgen uit een van deze starterops, dan hebben we Jesse. Maar ja, dan moeten we wel een epische, mythische of legendarische starterop krijgen. Dit is nummertje 16. En dit is weer zeldzaam. Ha, dit begint niet heel goed, deze starterop sessie. Nee, dat is weer heel slecht. Maar misschien gaat het allemaal goed komen en gaan we nog iets heel goeds krijgen. Dit is al iets beter, een epische, want dat was alweer een tijdje geleden dat we die hadden gekregen. Dus daar ben ik blij mee. Dit is weer zeldzaam. Tot nu toe is het wel duidelijk te zien hoe de verhoudingen liggen ongeveer. Qua zeldzaam, super zeldzaam, episch en mythisch. Ik ga het nog niet verklappen hoe we er nu voor staan, maar dat krijgen jullie zo meteen te horen. En in één keer een mythische. Nou kijk, dat lijkt er meer op. Komt natuurlijk door die code Bouws. En 200 krachtpunten. Prima. Kunnen we eventueel weer een knokker mee upgraden. Door naar het volgende account. Ja, en dan kunnen we nu weer 8 starterops gaan openen. Dit is een lekker begin, dames en heren, jongens en meisjes. Derde legendarische starterop van deze video. Gaan we weer een knokker krijgen. En nee, dat is een bull skin. Viking Bull, ik vind het oprecht echt een leuke skin. Het is alleen niet wat je wil hebben uit de legendarische starterop. Je wil gewoon een hyperkracht krijgen of een knokker. En een legendarische knokker zou natuurlijk helemaal nice zijn. Maar ja, dat kan niet altijd het geval zijn. Maar wel nice dat we gewoon weer een legendarische starterop hebben gekregen. Oké, dit was zeldzaam. Door naar de volgende. Weer gewoon zeldzaam. Dus dat is jammer. Hebben we nu 25 van. En dan gaan we door. Nou, weer zeldzaam. En dit is een epische, dus dat is alweer iets beter. En dan zitten we op 500 XP verdubbelaars wat we krijgen. Ja, dat is echt shit. Dat wil je niet hebben, want daar heb je niks aan. En gaan we nog 1 keer iets goeds krijgen. Een super zeldzame. En dan was dit het voor dit account. In ieder geval weer een legendarische starterop. Dat was alweer een tijdje terug, dus ik ben er blij mee. Volgende 8 starterops. We beginnen weer met zeldzaam. Maar het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat je elke keer gewoon zou beginnen met een legendarische. Dat was de vorige wel echt heel nice. Gewoon meteen bad, legendarisch. Dan weet je meteen al dat je gewoon een lekker begin hebt. We gaan door. Gaat hij nog naar episch of zo? Nee. Ja, ik zie wel een grappige verhouding. Dat is ook wel ongeveer hoe ik het dacht hoe het in elkaar zat, zeg maar, de starterops. Maar zometeen ga ik dus dat verklappen. We hebben nog 2 accounts hierna te gaan. En dan kunnen we de statistieken met jullie gaan behandelen. Dit was een epische, 200 coins erbij. Nog een epische. Dus dan heb ik daar op dit moment, verklap ik niet, een x-aantal van. Ja, want als ik dat de hele tijd ga zeggen hoeveel ik er heb, dan weten jullie aan het eind al precies hoeveel ik van alles heb gekregen. Daryl wordt nog upgrade. En dan gaan we weer door. Volgende starterops. De eerste krijgen we 25 krachtpunten uit. Oeh, dit is meteen een epische. Dus dat is lekker. Die 200 coins is toch elke keer lekker meegenomen, hoor. Meteen weer een epische. Een reactie voor Fang. Oeh, wat? Oh, dikke stemoverslag ondertussen ook. Met 2 epische en dat wordt gevolgd door een mythische. Dat noem ik nou eens een lekkere streak. En wat gaan we krijgen? 500 coins. Dat is ook gewoon lekker meegenomen, hoor. Coins zijn wel een van de beste dingen die je kan krijgen. Dus eigenlijk is dat elke keer wel lekker. Dit is nummertje x aantal nog wat. Ik ga het niet verklappen. Ik heb al een tijdje niet meer gezegd hoeveel ik van alles heb. Dus dat is op zich ook wel leuk.
dan wordt het één grote verrassing. En dit waren ze voor dit account op zich wel mazzel gehad. We hebben nog één te gaan en daar sluiten we mee af. Laatste account met 8 star drops. Spanning sensatie. Gaan we nog iets goeds krijgen? We krijgen gewoon meteen een mythische. Oké, dat is weer een lekker begin. Niet zo goed als mijn legendarische van net, maar wel erg nice. En we krijgen Bo als skin. Mooie skin. Bo heeft echt ziek veel mooie skins. Ik denk, als je een knokker moet kiezen met de meeste mooie skins, dan is het Bo. En nou, het is een mooie, dus ik ben er blij mee. Een super zeldzame krijgen we er weer bij. 50 krachtpunten. En je krijgt er toch altijd net iets meer uit dan een gewone zeldzame. Dus dat is mooi. Nog een epische, die we er ook weer bij krijgen. Dus dat schiet ook weer mooi op. En, oh, weer een mythische. Dondes, dat schiet lekker op. Oké, nou, volgende. En wat gaan we nu krijgen? Dit is een Barley skin. Dit is gouden Barley. 2 keer een skin gekregen uit de mythische star drop. Op zich wel leuk. Maar ja, het is natuurlijk chiller om een knokker of een sterkracht of zo te krijgen. Iets van qua coins, qua waarde. Super zeldzaam. En dan hebben we wel heel veel mazzel op dit account. Want ik heb echt eigenlijk bijna geen zeldzaam gekregen. En dan zeg ik dat en dan krijgen we zeldzaam. En die krijgen meteen nog eentje. Dat is gewoon karma omdat ik zeg dat we geen zeldzaam hadden gekregen. En alleen maar goede dingen. Nou, dan was dit het. Dan heb ik nu in totaal 105 starterops geopend. Dat is insane veel. Ik moet alleen eventjes uitrekenen hoeveel zeldzame starterops ik heb gekregen. Dan moet ik even alles bij elkaar op te rekenen. En dan kijken hoeveel ik overhoud. Oké, ik heb het even uitgerekend. Jullie zien nu een tabel in beeld. In totaal heb ik dus 105 starterops geopend, waarvan 57 zeldzaam, 24 super zeldzaam, 13 episch, 8 mythisch en 3 legendarisch. En dit is ook hoe ik het ongeveer had verwacht. Zeg maar, de kans dat je een zeldzame krijgt is 50%. Daarna is super zeldzaam 25%. Daarna is episch 12,5%. Je gaat zeg maar de hele tijd door de helft. Dus de kans dat je dan een legendarische krijgt, en dan moet ik dat eventjes uitrekenen. Maar dat is niet zo heel groot. Je moet gewoon de hele tijd gedeeld door 2 doen eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus episch is 12,5%. Dan kom je bij mythisch, dat is 6,25%. En de kans op een legendarische starterop is 3,125%. Dus eigenlijk 3%, daar komt het ongeveer op neer. Dus dat is ongeveer wat je kan verwachten als jij starterops opent. Dus het halveert de hele tijd de kans dat je iets krijgt. Dus ja, de kans dat je legendarisch krijgt is vrij klein, maar dat wisten we al. Maar dit bevestigt het dus wel. Leuk dat ik op deze manier het een keer heb kunnen testen. Een zieke video, een legendarisch knokker. Wat echt insane. Ik laat het erbij en dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.